Yo, kijkers van Watchtracker, welkom bij een nieuwe video van The Lord of the Rings. We zijn er een weekje tussenuit geweest, maar we zijn weer volledig terug. Met Dennis op de achtergrond. Hij bouwt bouwblokken. Hallo Dennis, wat ben je daar aan het doen? Ik wil hier een heel leuk krullend bruggetje hebben, net zoals wij aan de voorkant hebben. Ja? En dat dan vanaf hier zo weer naar dat House of Elrond gaat, ja. Dat je dan weer meer een hoofdpad krijgt richting dat huis, want natuurlijk daar zit... Daar begint de Fellowship, daar zit de Company of Thorin Oakenshield, daar gebeurt eigenlijk bijna alles. Okay. Maar doen wij, net zoals aan de andere kant van het dak, dat het zeg maar uitloopt? Of hoe heb je dat zelf voor ogen? Ik ga even heel stout doen namelijk. Ik ga hier zo, pak die bijl. Ja, ik denk gewoon inderdaad hetzelfde. Maar als je heel even een seconde wacht, kun je eerst even de binnenkantje op. Ja, maar ik kan alvast een deel gaan kopiëren van de... Eens even zien van het dak, dat we dat flippen naar de andere kant. Want het is bijna zo. Dan ga ik dat ja. En dan alle traptreden refreshen. / copy. Flip nerd, als het goed is. Hey, kijk, en dan zie je Dennis. En zo zie je hem niet. Oh, Dennis. Oh, jawel, je bent er wel. Huh? Dennis? Ja? Jij bent de trappendraaier, heb ik gehoord. Kan dat kloppen? Yes. Wist je dat niet meer? Was je dat al vergeten? Dat is zo frustrerend, hè? De enige manier waarop je dus eigenlijk zeg maar dit goed kan doen, is door te replacen naar normale items, zoals normale stone bricks. En dan pas kan je het eigenlijk zo maken van, oh ja, weet je, ik ga toch maar flippen. Want het is niet mogelijk om in de World Edit deze te flippen. Nope. Omdat het custom ID's zijn. Dus dat is wel maar wat minder, maar het is niet altijd feesten, dus... Altijd erg. Ja, over feest gesproken, kijk je al een beetje uit naar februari? Maar het is februari, Leon. Weet je dat niet meer? Ja, carnaval. Ja. Je gaat... Ik ga morgen... Ga ik eerst heel even werken aan Stormbreaker en daarna ga ik verder aan design voor die Crusader helmet. Maar ik moet nog even kijken hoe ik die ga maken. Ga ook echt zelf de helmen maken, dat is wel. Ja, helemaal. Ik ga ze allemaal maken. Alleen ik moet eerst een dwerg maken. En sommige die komen dus in september nog naar mij toe. En dan kunnen we even kijken of het iets is. En als het niet iets is, dan moeten we toch iets anders verzinnen. Als het wel iets is, dan maak ik het niet. Ja, wat vond je van mijn idee voor het kostuum van Lillian? Dat heb ik niet meegekregen. Ik zei als, als bordeelmedewerker. Oh jee. Oh jee. Oh no. Oh no. Ja, ik dacht, je ziet wel eens hier ook Templar design qua armor en helmet. Ja. En dan hebben ze in de helmet hebben ze van Heer Tusk zitten. Dat is ook precies, ja, dat is helemaal die Templar. Wel gaaf. Ja, dat is wel tof. We gaan de Swan Knight, jongen. Gewoon met die grote ganzenveren. Dat kan jij wel maken, volgens mij. Of niet? Ja, maar dat kost veel tijd. En die veren, dat moet ik allemaal gaan kopen. Ja, die moet je gewoon, plukken. Plukken. Gewoon... Rennen dat ding! Rennen dat beest! Ja, ik zie trouwens dat hier een heel deel weg is. Kan dat kloppen? Moet eens kijken. Dit is wel vreemd. Hier hadden we toch zo'n keer zo'n koepeltje gemaakt. Ja. Volgens mij ook, Leon, maar... Hij is weg. Hij is verdwenen in het niets. Zo. Ach ja, dan repareren we hem even snel. Dat is geen probleem. Hoe vind je het trouwens qua activiteit op de server? Goed. Het is op zich, ik vind dit qua aantal op zich wel lekker. Ja. En het is natuurlijk, in de vakantie was het nog veel drukker. Maar ja, dat is ook wel logisch voor een vakantie. Ja, toen ging het hard. Ik vind dit op zich ook wel oké. Okay. Weet je, het is in ieder geval wel dat er iemand is. Het is niet dat er niemand is. Ja. De ene groep is wat actiever dan de andere groep. Dus ik heb er bij mij ook heel veel inactieve bij zitten, dat ik soms echt jammer. Ja, ik heb ook een paar die wel wat minder spelen, maar ik heb ook bijvoorbeeld, je ziet het wel, Appel en Zeppels, die zitten in mijn groep, die spelen wel actief, die vinden het wel heel leuk om te doen. Ik zie het ook. Zelf ook niet zo vaak. Ja, maar ja, dat is een probleem, hè, want ja, ik heb natuurlijk ook gewoon Kingdom. Dat vreet fucking veel tijd. Mm-hmm. Dus dan weet je hoe het gaat. Nou, daar heb ik dus geen last van. Ik heb zoiets dat heet een vriendin. Oh, sorry, dat ken ik niet. Hoe werkt dat? Kan ik dat kopen op het internet? Of werkt dat zo niet? Nog blaasbaar wel. Ja, oké. Okay. Gewoon bij AliExpress, toch? Of niet?
Ja, daar hebben ze alles, dus waar hebben ze dan? Oh, toch wel, je hebt toch wel kennis, Dennis. Ik wel, ik ben een hele slimme jongen. Dennis, die weet, die zit dagelijks op AliExpress, hoor, die jongen. Die denkt al, oh ja, maar dit is wel een mooie hamer en dit is wel een mooie ventilator. Nee, ja. Zonder van het geld allemaal. Nee. Troep. Nee. Ja, je hebt wel gelijk, er is wel veel troep in. Of in ieder geval, er is wel voldoende troep te koop daar. Nou, ik moet binnenkort juist custom kleren gaan kopen voor Thor. En ik ga Thor, die ik wil cosplayen, en niet veel mensen weten het, maar ik wil Thor gaan cosplayen, zeg maar, wanneer die eigenlijk net terugkomt uit Noorwegen. Dus dan zit hij daar met zijn biertje, zonder brilletje op, dikke baard, zonder wollen trui aan, wollen sokken, crocs. Ja! Dat is oma. Hallo oma van Dennis. Je hoort het niet. Hallo! Die schreeuwt gewoon uit. Hallo Dennis, kom eens bij oma, kneep jou in de wangetjes. Zo'n oma is het niet. Nee, oh. Nee, toch niet, oh. Nee. Nou jongens, jullie konden dit wel een keer in een vorige episode waarschijnlijk hebben gezien. Hoe we dit al eerder hebben gebouwd, maar het is niet meegegaan in de update. Maar nu wel weer, dus je kan nou hier weer gewoon lekker overkoepeld. Kan je dus weer rondlopen, zo wat mooi. Hey! Hey! Nou, Dennis die heeft bezoek, jongens. We gaan ondertussen even zelfstandig maar verder. Ja, hij is er wel, hoor. Hij is er wel. Ik zie hem wel. Hij hangt hier stil, Dennis. Lord Rofnes. Zo, kijk hem dan, jongens. Wat een knappe man. Hij heeft gewoon oma op bezoek, hè. Dat kunnen niet vele mensen meer zeggen tegenwoordig. Oh, mijn oma is op bezoek. Want ja, denk maar eens na. Dat, wie wil nou nog zijn oma op bezoek hebben? Nou, ik af en toe wel, hoor. Ik hou van mijn oma. Ik denk Dennis ook wel hoor. Dennis, dat is wel een knuffelen. Hij luistert wel hoor. Hij luistert wel, die jongen. Hè? Ja, kijk hem dan. Hij vliegt al weg. Hij wordt een beetje nerveus hier. Hé, Dennis. Zeg maar ja in de chat als het zo is. Hij is aan het typen, jongens. Hij is aan het typen. Ik zie hem al. Hij is even zijn oma aan het verwennen. Wauw. Ik denk dat we trouwens dit deel van het dak ook maar gewoon moeten kopiëren aan de andere kant, want dan klopt het een beetje. Dus dat gaan we ook doen. Yes, yes, yes! Hij verwent zijn oma elke dag. Want ja, van Dennis is degene die dat mag. Oké, dan moeten we dit stuk eigenlijk nog even maken. Dus we gaan even iets doortrekken, dat het wel te doen is om te repareren. En kunnen we straks gewoon alles kopiëren naar de andere kant. Even op die andere kant, dan kunnen wij het zo in één keer flippen. En het uiteinde van de dak maken voor het einde van de aflevering. En dan is dit huis ook af. En Ravik is vermoord door een Uruk. Jongen, Ravik, wat ben je toch weer slecht in de craft. Dennis zal teleurgesteld zijn in jou. Die gaat nou naar zijn oma toe en die zegt van... Ja, oma, ja, Ravik is slecht in de craft. En dan denkt hij, oma, what the fuck? What the fuck is de craft? En dan weet je het wel... Zo gaan die dingen. Het is vreemd. Nou, we gaan dus even copy-paste. Dus dan doen we even snel copy. Jawel. En dan doen we flip naar het noorden. Om te gaan naar het noorden kopiëren. En dan doen we... Kijk, Dennis de vliegt er al. Die vermoedt niks. Hoppa. Ik denk trouwens dat het dak iets te lang is. Dennis? Verjaardag van Dennis. Dennis! Dennis zegt niet heel veel. Dennis is te druk met zijn oma. Oké. Oh, het dak valt nog wel mee met kopiëren. Volgens mij kopieert hij één deel wel goed, maar het andere deel weer juist niet. En dat kan je hier dus een beetje zien. Want deze trapjes vindt hij niet zo leuk om te rotaten, maar die andere juist wel weer. Zo. En je moet even die trapjes, jongen, dat blijft wel een ding hoor. Dat blijft wel echt even een dingetje om continu te blijven draaien. Op een gegeven moment dan ben je er aan en denk je van, nou, wat ben ik toch weer blij met de normale vanilla versie. Maar ja, kan niet altijd feest zijn. Dennis, ben jij? Oh, je luistert me. Ja, nu weer. Nee, mijn pa maakt aan de kamer. Oh. Heb je de groetjes gedaan, je oma? Nee, die was al weg. Dat was toen straks tussen de schreeuwen, was al weg. Oh. Alleen mijn pa en ma waren net even zo van toen. Oké. Hoe, wat vind je van het dak? Vind je hem lang genoeg? Of denk je bij jezelf van, nou,
We zitten wel heel dicht op die bergen. Ja, ik vind hem wel iets te lang eigenlijk. Ik weet niet hoe het... Ja, ik denk dat jij het wel met mij eens bent, of niet? Ja, je denkt wel van, nou, dat... Maar weet je wat ook wel grappig is? Nu ik al die sters en zo om moet draaien, dan merk je wel, ik krijg straks een hele kleine lag bij. Maar dat komt gewoon dat... Schaduw. Ja, die shadows moeten allemaal updaten. Ja, maar dus als je shaders aan het staan, dan te lag, hè? Ja. Ik zie ook gewoon mijn eigen schaduw. Ze hebben toch goed piano gespeeld bij jou thuis, Dennis. Ik wist niet dat je zo'n artistieke familie had. Nee, is mijn broertje die doet zelf muziek maken. Ja. Deel en dan, van... is hij het ritme aan het maken. Dat is heel wat anders. Dus hij kan het zeg maar zo maken dat als ik zeg maak een Justin Bieber nummer, dan doet hij dat ook gewoon. Nee, niet dat. Het is niet dat hij artiesten namaakt. Hij doet echt zelf muziek maken. Dus, helemaal zelf. Je bent het broertje van... Van een hele bekende muzikant straks. Nee. Zo erg is het niet. Oké. Beetje jammer. Valt allemaal wel mee. Valt allemaal mee, nee. Het valt allemaal mee. Oké. Ik zie trouwens het dak, jongen, is vreemd van die toren. Ik ben allemaal deze waar ik nou mee bezig ben. Oh, die hebben we toen nog niet afgemaakt, zeker. Ja, dat denk ik. Of we dachten dat we nog hadden, dat kan niet. Ja, dat zijn wel linkdingetjes. Ja. En heb jij al onder de tussentijd wat plannen gemaakt voor Boombar? Nou, we zijn al begonnen met een soort van paleisje te bouwen. Dat vergt best wel veel tijd. Je hebt het al wel eens gezien. Ja, je hebt al wat er stond. Die de span, toch? Ja, we hebben zeg niet? Maar de, of nou in ieder geval de waypoint. Die hebben we al zo, hebben een tuin omheen gebouwd. Zodat het dus lijkt dat... Ja, dat er in ieder geval wel wat staat, maar... Voor de verdere staat er niks. We willen er zeg maar één gebouw neerzetten en dan willen we zeg maar iets ten noorden daarvan willen echt een dorpje gaan bouwen waar dan iedere speler eigenlijk zijn gang kan gaan. Ja, alleen je weet wel dat in die spawn dat daar gewoon een dirt trap staat dat je er zo uit loopt. Ja, nou die is alweer weggehaald. Oké, ik heb die... Ik had het gezien. Ja, dat... Want ik moet de mensen iedere keer tp zeg maar naar een groep toe, dus dan zie je iedere keer wel eens iets. Ja. Ja, dat... ik heb de laatste tijd een beetje mijn moderator taken laten verwateren, maar... ik heb gisteren nog wel actief in gespeeld, daar heb ik ook wel weer lekker gesurvivald. Nou ja, gisteren... Ja, ik was er heel te wie. Nee. Nou, ik heb vandaag, toen straks voordat we gingen opnemen, heb ik ben ik volledig bezig geweest om mijn Mithril Weapon volledig te upgraden. Nou, ook een eikenste lore weapon, maar dat zie je niet, staat niet in de game en het zit ook niet in de films. Maar hij wordt wel genoemd, dat is Durin's Axe. Ja, is... De enige echte, Durin's Axe. Maar Leon, even kijken, waar ben je nou? Want ik ben met die toren aan het fixen, want die klopt er niet helemaal. Als het goed is, klopt hij nou nog niet helemaal, maar we zijn er bijna. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar nog niet helemaal. Dan is een kontje kaal. Piemeltje wit, honden shit. Oh, nou wordt mijn kanaal gestraaid, dankjewel Dennis. Oh, sorry. Nu kan ik geen geld meer verdienen met YouPoop. Met YouPoop. YouPoop. Poop, YouPoop. Even kijken, klopt het zo? Nee, nou, ik ben ook heel erg benieuwd naar de andere server, want ik heb al wel, ik weet dat Isengard tegen Siegelijk heel graaf wordt. In Moria komt ook wel goed, dat wou ik zelf. En ik ben ook benieuwd naar Dol Guldur, want ik heb er wel wat dingen van, oh wacht, hè. Oh jawel, nee, het gaat wel goed. Ik heb al wel wat dingen van Dol Guldur gezien, maar ook niet dat ik zoveel heb gezien dat ik denk van, oh ja, dat gaan ze maken. This is gonna be huge. It's gonna be legend. Wait for it. Derry. Derry. Oh, How I Met Your Mother. Geweldige serie was dat. Ja, zeker. Barney. Barney Stinson, ja. Don't break the bro code. Oh, alles voor de bro code. Echt geweldig. Water time said day. Zo, even dag maken. Zo. Kun jij straks ook een keer even lekker wat shader packjes naar mij toe sturen? Leon? Ja, zeker wel. Oh, je bent alweer een heel stuk verder, joh. Tjongejonge. Nou, yes. Ik ga je zo helpen, jongen. It happened in the blink of an eye.
Dennis, jij piraatje, jongen, echt waar. Je kan zo meedoen met Piraten van de Caribbean. Pirates of the Caribbean. Captain Zelda. Maar is het nou Piraten van de Caribbean of is het Piraats van de Caribbean? Pirates, ja. Pirates is het Engelse. Ja, maar wat is dan in Nederland? Wat is het? Ik denk dat het in Nederland Piraten is. Ik zeg niet Pirates. Ik zou niet weten. Ja, weet je niet? Nee, ik denk dat het Piraten... Ik denk echt dat het Piraten... Is het Piraats of is het Piraten? Piraten, denk ik. Goed zo. Ja. Nou, ik dacht, misschien trap je erin, omdat je een beetje dyslexie hebt. Ja, klopt. Maar Piraten klinkt mij wat logisch. Ja. Mogen. Ik ben ook benieuwd of we ooit nog meer dwarven-facties op de server gaan settelen. Dat vind ik wel leuk. Maar ze hadden het toch ook over dat er in de Red Mountains, dat ze daar ook een keer aan de slag gingen met een dwarven-faction of... Nee, dat waren een faction die al bestaat als Rudel en die zaten te twijfelen of ze misschien toch een andere groep bouwen genoemd, omdat ze Rudel best wel vastliepen met het bouwen en heel de muik. Dus ja. Nou zijn ze toch Rudel gebleven. Zo, nou, dat ziet er wel heel aangenaam uit zo met het dak, Dennis. Het is vrij amusant, zeg ik zelf. Komt het zo nog wel uit dan met... even kijken. Zo. En dan moet hij zo... Volgens mij komt hij net uit als Dennis goed gerekend... Ja, Dennis heeft goed gerekend, jongens. Nee, alleen het balkon halen we wel weg, hoor. Ja, dat kunnen we gewoon wat anders van maken. Want het heeft toch geen zin om hier een balkon te maken als er gewoon geen uitzicht is. Nee. Dus dat is wat. Nee, hieronder moet echt mooie tuintjes komen. En dan moet deze cirkel, maar die moet ik nog wat groter maken. Welke cirkel? Hier moet de fellowship komen. Zeg maar, makkelijker gezegd, zeg maar, dit dingetje hier zo, dat is waar de ring op... De dus ring of power. Kijken, waar kan ik hem heel makkelijk pakken? Ook niet hier? Waar stond hij? Oh, wacht, die ligt hier. Dat kunnen we eigenlijk zo doen. Ja. Oh, er zijn er twee. Ja, twee rings of power. Let's get married. I won. Dan heb je wel een gaaf als je hier ooit een thumbnail gaat maken en dan zo een screenshot. Ja, dat is wel cool met die ring. Als die ring precies in het midden ligt. Ja. En dan zo. En als we dan een keer weer tuinen. Eigenlijk moeten we een keer, als we dadelijk dit gebouw ook hebben, die twee daarnaast. Ik denk dat we dan qua huis ook een heel eind hebben, dat we dan een keer wat groen aankleding gaan doen. Ik denk dat er al zoveel scheelt. Als je hier beneden die tuinen en boompjes gaat plaatsen en alles, dan is het in één keer wel echt een heel ander. Dan krijg je wel meer vibe, ja, dat is zeker waar. Ja, dan krijg je meer ook, want het is sowieso één kale plek nu nog. Hè. Ja, ik ga even snel het dak kopiëren, dat we dat in ieder geval wel gefixt hebben. Daisy. Met... Oh, kut. Nee, gooi mijn ex weg. Dat had ik dus een keer met mijn beste wapen in de lava. Klik de verkeerde knopje op pop in inventory. Dan moet je echt wel janken, jongen. Ja, maar ik heb gelukkig een nieuwe. Ik heb nou een betere. Gelukkig een nieuwe, jongen. Ja. Nou, ik heb nou Mithril. Mithrandir. What brings you to Rivendell? Nou, ik kom eigenlijk om leuke grietjes op te pakken. Even lekker. Ja, ik hou van elfendamertje. Lekker met de meiden. Lekker met de meiden. Met de meiden. Ik heb nou zo'n de extended DVD. Ik moet er nog steeds een keer helemaal gaan kijken. Ik ben er aan begonnen, maar dat kost best veel tijd om even alles te kijken. Het is niet iets gezegd van 1, 2, 3, hoppa, ik heb alles gezien. Nou, ik ben weer begonnen met Vikings kijken. Daar had ik echt zin in laatst. Ik ook. Ik ben hier met mijn vriendin samen. Ik ben nou... welk seizoen zit je nou? Ik ben nou bij seizoen 2. Dat... Ik ook. Ik zit... Of ben ik al bij 3? Ik ben of net in... Even kijken. Volgens mij is dit het seizoen dat ze naar Parijs gaan. Dat seizoen ben dat ik. Seizoen 3. Nou, dan ben ik bij 3. Ja, dat is... Maar ik vind heel onduidelijk aan de... Ze kunnen zien welke DVD nou welk seizoen is. Dus ik heb ze laatst voor een jaartal, anders wist ik het niet. Ja, je moet gewoon verder kijken. Gewoon lak hebben aan wat je kijkt. Gewoon de volgorde, fuck that shit. Nee, want het is wel heel raar.
Ja, dat zal wel heel vreemd zijn, ja. Want in één keer dan zijn al die Sons of Ragnar fucking oud en dan ja, heb je net seizoen 1 gekeken. Ja, alleen weet je wat bij mij, dit wat ik wel grappig vind. Die vindt de horrorkans allemaal tegen. Ik echt. Alleen, zij kan dan weer niet tegen als ze bijvoorbeeld in Vikings keer de scène wel met de Blood Eagle, hè. Ja, ja, die heb ik, daar ben ik net voorbij, zeg maar. Ja, daar moet ze dus wel echt gewoon de handen voor. Dat is wel heftig, hoor. Dat zijn, zeg maar... Ja, ik vind het wel bruut. Ik vind het wel echt gaaf. Het zou je maar gebeuren, man. Je mag ook niet schreeuwen, want ja, anders zou je niet in Valhalla kunnen komen. Valhalla. 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 Nee, nee, niet die, Dennis. Foei, foei, foei. Dat deden we vroeger, hè? Altijd op de YouTube-gathering. De Nederlandse YouTube-vergadering, ja. Dat is ook al een tijd terug. Dus, ga ik nooit... Ja, ik ga er sowieso nooit meer. Echt niet. Nou, ik vond vorig jaar... Of nou, dit jaar vond ik echt niet leuk. Weet je wie er met mij op deze service? Nou. Giel. Oh ja, ja, die sprak me laatst nog aan, ja. Giel V1. Ja, die zei, yo Leon, ken je me nog? Begeel. Ik zo, ja. Ken jij Giel nog? Ja, die ken ik nog wel. De beste motorbouwer van King Wars, hè? Je pakt weer net even dat stukje waar ik mee aan de gang wilde gaan. Dan ga jij met me aan de slag. Oh, sorry. Je bent al begonnen, dan maak je het ook af ook. Lekker pluk. Oké, ja. Je hebt inspiratie voor de plek. Je kan het moeilijk zeggen van, nee, het mag niet. Even kijken wat de item ID is. 400 slushes. 459. 3.3, zo. In de donkere gebeurens van... Rivendell, waar alles moet... Weet je waar we ook aan moeten denken om na... Nou. Weet je, in de film... Daar heb je, in de Hobbit is dat, die scène met die cliff, met die maansteen. Oh ja. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat moeten we ook nog maken, hè. Ja. Alleen ik weet niet wat daar de beste plek voor is, want het moet allemaal best wel een flinke water van zitten. Ja, want op wat voor hoogte zitten we al eigenlijk? 104, dus we zitten niet zo heel hoog. Eigenlijk best laag zelfs. Nou, dan kunnen we op zich nog wel een hoge waterval maken, toch? Mhm. Ja, de hoogte hebben we plek zat, hoor. We kunnen nog heel veel doen in de hoogte. Dat is wel fijn. Klopt. Heb jij hier alles ook met de rand netjes afgewerkt? Ja, dat moet eigenlijk ook nog, maar laten we het later wel. Ja, en ik heb eigenlijk lekker aan mijn event. Ja, mogen we daar nou wat van horen, Dennis? Of is dat echt volledig secret? Ja, ik moet toch concept arts en hele muiken. Ik kijk altijd op internet, bijvoorbeeld Pinterest of zo, naar ideetjes en alles. En als ik daar iets leuks heb gezien, dan denk ik, oh, dat is ongeveer wel iets wat ik wil gaan maken. Dan richt ik mijn inspiratie er lichtelijk op. Of ik ga dadelijk gewoon de boek even open van Airborne, Concept Arts. En ik denk, als ik het daarop ga inspireren, ga ik letterlijk de arena inspireren op de begraafkamer, zeg maar, van de Hobbit. Dat ze dan dat platform hebben waar eigenlijk die grafstenen op staan. Alleen daar hebben ze dan dus twee van die standbeelden die dus dat met de handen dat ding omhoog halen. En dat lijkt me wel echt. Dat is wel tof, ja. Ik weet niet of je dadelijk een keer bij Moria wil kijken, buitenaf. De binnenkant wil ik nog niet laten zien. Want ik wil dat het een verrassing is als ik daar echt heel ver ben. Dat iedereen is zo, wow, what the fuck, hij is wel heel ver. Maar de main gate mogen mensen voor het wel zien, hoor. Die is wel heel gaaf geworden. Oké, dan gaan we daar zo even kijken, toch? Nou, ik weet niet, maar dan moet jij zeggen wanneer jij denkt van... Ik weet niet hoe ver we al onderhand al onderweg zijn. Ik zit even te kijken hoor, ik ga even weer dag maken. Het is toch dag? Bij mij wordt het al nacht. Zo, bij mij niet. Bij mij is het nog klaar dag. Oh, ik kijk echt naar uit hoe straks dat tuintje hier gaat worden. Wat echt super bruut. Ja, en je hebt ook heel veel van die mooie waterplanten. Ja, dat is wel echt tof aan de game. Zeg maar, dat je zoveel natuur erbij hebt. Lottemod heeft zoveel toevoeging op waarop eigenlijk de vanilla zo ver achterloopt met... Met wapens, met alles eigenlijk wel. En ik vind dat echt geweldig aan deze mod. Ja, want zelfs in 1.14 vind ik het nog wat tegenvallen met wat er allemaal echt te doen is in Minecraft. Het is wel leuker geworden, maar... Ik vind het nog wel matig. Aardig matig. Ja. Doet er niks aan. Ja, schreeuwen en zeggen dat het niet eerlijk is, dat is het beste. Zo werkt het toch, in deze maatschappij? Het is niet wat je zegt, is hoe je het zegt. Het is niet wat je zegt, is hoe je het zegt, ja. Dat komt er dan niet.
Dan gaat de wereld toch naartoe, zeg maar. Voor vandaag hebben we collega van wel mooi. Echt, wij moeten dat urenlijst opschrijven. Ik vond het echt, hij is best... Alleen, dit vond ik echt heel dom. Hij dus, hij zegt tegen mij, jongen, ik ken 9-11. Ik zeg, ja, dat klopt, maar dat is er niet vandaag. Had hij dus, voor deze week had hij dus schijnbaar... Dacht hij dat het vandaag de 9e was, had hij 11 opgeschreven als maand. Ik zei, denk je dat het volgende maand of zo wel kerst is? Hoezo? Kijk eens wat je hebt opgeschreven. Maar hij dacht met 9-11, dacht hij natuurlijk van, omdat het in Amerikaans is het andersom, hè? Ja, precies. Dus dat brengt ook al natuurlijk verwarring, maar dan snap ik nog steeds niet hoe hij dacht dat het vandaag de 11e was. Dat is het helemaal niet. Het is maandag, hè, en dan worden dat soort foto's worden gewoon gemaakt. Ja, klopt. Dan mag het ook wel, hoor. Wordt gedoogd. Ik was vandaag echt moe. Ja, maar dan heb je zo'n lekker weekend gehad en dan heb je weer lekker bijgeslapen. Dan gaat in één keer die wekker weer heel vroeg, weet je wel, 4:30. Oh, ik had van het weekend heb ik echt een heel lui. Echt een beetje bank hangen en gewoon. Oh, zaterdag heb ik echt bijna niks gedaan. Zaterdag heb ik tot 3:00 in bed gelegen. Als geen 4:00 was. En daarna moest ik naar een verjaardag. Ik mezelf helemaal vol zitten vreten. Oh, jongen, lekker. Want ja, mijn schoonfamilie die is gedeeltelijk Indonesisch, dus is best wel echt wel lekker eten, jongen. Ja, je bent wel een snoepkontje. Ook bij de sushiboer dan... Ja, dat okay. Ook. Dat is ook lekker, man. Dit was hele lekkere gekruide kip. Echt heel lekker. Lekker genieten, hoor. En ik geef niet van spicy kip, maar dit was echt een goede toen. In ieder geval, dit is niet van die kip waar je van die demon... Weet je nog, wat Demi altijd... Zo noemde hij dat dan altijd, demonische spijt. Ah, bah. Nou, doe maar echt weer denken aan de nare tijd van wat we altijd met Demi deden. Gewoon van dat soort vieze grappies. Daar word je gewoon ner van, hoor, joh, man. Dat kan gewoon echt niet. Dat is gewoon acht. Dat is acht. Dat is acht. Ik weet trouwens alleen nog niet, hè, bij die kan die schilder wil gaan maken. Want ik zit te twijfelen, ik kan het iedere mee. Oh, voor carnaval. Ja, alleen als ik ze van hout maak, weet ik dat ik eerst een mal moet hebben. Ja, maar dan moet je gieten dan of zo? Of, Nee, hout kun je niet gieten, Leon. Het is ja, kan, zeker wel. Je kan zeker wel hout gieten. Je hebt zeg maar een soort van plastic wat wij ontwikkelen. En dan wordt het geen hout. Ja, daar zit houtvezel in. Ja, maar dan is geen hout meer, Leon. Jawel. Papier noem je toch ook geen hout? Het is houtvezel, oké. Okay. Net als HPL of Trespa noem je toch ook geen hout? Ja, sorry man. Met vezels in. Ja, oké, okay, dan niet, ja. Hè. Dan niet, hè. Ik zeg, we hebben niks meer, Dennis. Ik ben dom. Die noemt een stuk brood toch ook niet graan? Wat is dat nou weer voor vergelijkingen dan, Dennis? Jongen, zeg. Maar weet ik veel. Jij bent hier de hoofdbewerker. Maar je hebt dan zeg maar metalen rand, toch? Die verwerk je er toch ook in? Ja, maar die ga ik met kunststof maken. En dan ik zit nog te twijfelen. Maar ik kan ook goedkope verf gebruiken, niet dure verf, dat is gewoon 10 euro de potje en dat is maar een heel klein potje. Alleen dan heb je wel een echte metaal look, dus we moeten kijken tot hoe ver ik zo wil gaan, hoeveel dat allemaal gaat kosten. Ja, we hebben natuurlijk allemaal budget, ik denk dat we allemaal wel tegen 120 euro zitten voor pure pak alleen al. Nee, ja, ligt eraan. De helm en de... schilden en de zwaarden die ik kan maken, dat zal niet aan 120 euro de man zitten. Als je dan een 14, 15 zit, dan is het op zich al wel weinig. Maar dat weet ik nog niet. Ik denk dat het minder is nog, maar het is afhankelijk van hoeveel materiaal er in één helm zit. Dat weet ik nog niet. Ik moet nog een hele... als ik een template heb, kan ik even kijken hoe en wat. Maar ja, dat is voor morgen. Oeh, the secrets. Wow. Nah, maar ik wil ook dingen gaan maken. Stormbreker afmaken voor mijn Thor cosplay. Maar dat is in november. En het is zo in november, dus... Ja, de tijd gaat snel hoor, Dennis. Ja, dat gaat echt, dat is niet normaal. Hetzelfde, deze maand is 11 jaar ook nog, waar ik normaal ook op deze keer niet ga. Ligt dat trouwens aan, dat is volgende week. En mijn dwergenharnas is op het moment nogal versleten. Is dat wat? Versleten. Oké. Okay. Nou, het is gaan roesten. En dat komt puur omdat je... Zweet. Zeg maar niet goed... Oh, zweet. Ik dacht dat het niet goed had afgewerkt met verf of zo.
Nee, zweet en onderhoud. Nee, dat is de, hoe heet het? Er zit chainmail onder, zeg maar. Marion Colder. En dat moet geolied worden. En als je dat niet olied, dan boosten. En ik heb laatste keer één evenement gehad dat ik het zo warm had. Dat ik echt, ik zweet echt. Het was gewoon één grote fontein. Heel de dag door. Nou, lekker dus. Dus mijn oksels zijn gewoon helemaal verroest. Ja, het is natuurlijk ook dat er allemaal zout in zit en zo. Dat helpt allemaal meer mee met daarom, daarom. En ik wil dus kijken dat als ik dadelijk... ik wil een keer een nieuwe chain kopen. Alleen dan ga ik waarschijnlijk voor of kunststof of voor... hoe heet het? Aluminium. Aluminium. Ja, dat is sowieso. Dat roest een stuk minder en is lichter. Ja, dat en vooral. Deze die is echt... Maar is het dan niet zo dat dat dan ook zwakker is of zo op de een of andere manier? Of hoe moet ik dat ja, zien? Ja, maar ik hoef niet geslagen te worden. Ja, maar niet dat het sneller deukt of zo. Of, maar heb je dan heel dik aluminium daarvoor? Of? Pff, geen idee, want het zijn gewoon een draad. Ik denk dat een draad misschien 2 mm dik is. Een draad. Ja. Zoiets. Maar dat hoeft niet per se stevig te zijn, want zo'n pak zit meestal. Als je zo'n ringen ding koopt, dan is dat meestal wel stevig. En ik heb bij deze heb ik zelfs de mouwen nog afgeknipt en die waren veel te lang. Ja, en dan kan je wel weer netjes mooi afwerken natuurlijk. Oké. Okay. Ja, maar ik moet aan deze, ik wil de ene keer helemaal op... Ik moet even zeggen, ik vlieg er even voor. Ik kan de banners wel zien met F3, F1, maar... Ja, maar dat maakt niet uit. Het is wel weer even een mooi gebouw hoor. Het ziet er wel even tof uit. Ja. Netjes. Even kijken hoe lang we bezig zijn hoor. Oh, tering. Het is alweer een half uur verder, jongens. We gaan nou even zo kijken bij Dennis. Ja, ga je heel even heen als je een seconde hebt, want het is niet zomaar bij de normale. Okay. Ja, je moet natuurlijk even warpen. Maar dan gaan de volgende aflevering, zoals je kunt zien, gaan we even hier bezig met de brug richting het huis. Kijken of we hier met de landscape een beetje de tuin af kunnen werken. En wellicht in die aflevering daarna gaan we met dit gedeelte bezig. Waar die hele lange trap naartoe gaat, waar we. Dit staat al heel lang echt blauw uit. En hier beneden? Ja, ja. Ja, ik ben er bijna. Ik ben er nog naar. Zeg maar als ik mag tp'en. Ja. Je zult gelijk trouwens wel de custom landscape. Het is wel allemaal landscape, zeg maar. En het is nog steeds aan het groeien. Er moet een heel bos voor komen. Oh, lekker. Oké, okay. Tp maar Leo. Oké. Okay. Tp Lord Rofnes. Oké, okay. Het is film slash eigen interpretatie qua die statues staan er niet. Alleen die gate is precies hetzelfde als hoe het in de artbooks en alles is. Met de trappen bij. Het ziet er wel tof uit, man. Alleen hij is wel helemaal aangekleed. Alleen die, dat zul je misschien niet direct zien, maar die statues zijn turrets. Zijn letterlijk torens waar je allemaal schietgaten en heel de meuk in zit. Ja, ik zie het. Je kan dus zeg maar dit ook echt gewoon goed gaan verdedigen. Dat is wel tof. Oh ja. Vooral, ik ben er nog niet binnen geweest. Nee, ik zie heel wat banners staan. Jongen. Ja, mag hier dan naar binnen of mag dat nog niet zien? Nee, hè? Oh, die eerste hal mag je echt wel invliegen hoor. Je mag hier. Okay. Okay, dit heb ik nou al zo ver gebouwd. Alleen, net als hier moet nog een mithril gate in komen. In deze plek. Jij bent ook echt gewoon zo'n guy. En ik weet precies wat je hier hebt gemaakt. Ik kan me nog herinneren van... Jongen. Nee, ik ga niet verder kijken, want dan verhul ik te veel, Dennis. Ik weet wat je hebt gebouwd. Ik ga niet zeggen wat het is, jongens, maar het is echt... Dennis die is even het is niet zo erg als in Kermit. Nee? Ja, Kermorn heb je toegepast hier. Kermorn bedoel ik, sorry. Ja. Want ik heb geen redstone. Tuurlijk. Ja, dat kan dan weer. Dus dat kan niet, maar hij is nog steeds heel erg functioneel, Leon. Dus hij werkt wel voor de andere dingen. Maar dat zou eventueel nog wel een upgrade kunnen worden die ik ermee ga doen. Alleen dat kan voorlopig nog niet. Dat ligt ook aan, dan moet ik redstone gaan kopen. En redstone moet ik dan kopen van Tol Guldur, volgens mij. Die hadden redstone te koop. Maar ja, dat is allemaal afwachten en ik weet ook niet of ze het zo willen verkopen. Nou, ik ben benieuwd, Dennis. Maar in ieder geval, ik denk dat we hier gaan ophouden. Ik vind het wel een hele mooie sneak peek voor de mensen die op de server willen spelen. Wil jij spelen op de server? Kijk in het linkje in de beschrijving. Join de Discord. Join a faction. Krijg je het IP en kan je gewoon meedoen. Je kan zelf je eigen groepering gaan maken. Of deel gaan nemen aan een andere, mits je welkom bent natuurlijk. En Dennis,
Binnenkort ga jij ook weer een keer wat opnemen, heb ik gehoord. Ja. Ik denk dat ik woensdag wel ga streamen met wanneer we dat event... En die ga ik dadelijk de dingen gooien. Oh shit, dus dan moet ik morgen al de video online gaan krijgen. Want anders dan kan niemand zien dat je... Nee, maar ik zal er weten. Nou, ook wel een keer. Ik wil binnenkort wel een keer weer streamen. Alleen, ik zit heel erg met wanneer het gaat en alles. En ja, het uitkomt. Nou, ik ben benieuwd, Dennis. Kom, we gaan naast elkaar staan. We gaan naar F3, F1 zo. Ik zie mijn manneke Dennis. Dennis, bedankt voor de deelname. Bedankt voor het helpen met bouwen aan Rivendell. Want dat wordt super gaaf. Kijk de volgende afleveringen. Yes. Doe het met Dennis. Like, abonneer en laat weten of jij dit super tof vindt. En of je geabonneerd bent op Dennis. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering. Van de Lord of the Rings, Let's Builds. Dus tot de volgende keer. Goedemorgen.